vast adres, maar als je het zoekt, dan vind je het wel. Ik kom er altijd bij vandaan. We sterken het weer. Zij hebben een kamer. Ik drink er een kop thee. Oh, ergens tussen hemel en hel. Staat er. Nou, ik heb nog niet zo lang geleden is er een jongensdroom van mij uitgekomen. Er is een LP uitgekomen. Ik heb al eerder muziek gemaakt, maar nooit op vinyl. Dus, en die LP die gaan we nu vandaag integraal spelen. En ik speel ook nog 3 of 4 Golden Oldies. En nog 3 of 4 wat nummers die zo nieuw zijn dat ze er nog niet waren toen de LP werd opgenomen. Die komen weer op de volgende LP die alweer in eind dit jaar uit gaat komen. Het zijn allemaal Nederlandse nummers die je zelf hebt geschreven? Ja, het is mijn eigen materiaal. Eén nummer is niet de tekst van mij, die is van Rutger Kopland. Van de psychiater uit Drenthe die dichter was. Hij is helaas overleden. Maar voor de rest zijn het allemaal mijn eigen liedjes. Ja. Ik ben eigenlijk in 1977 naar de Academie voor Kleinkunst gegaan. Omdat ik op de middelbare school altijd zoveel succes had met mijn eigen liedjes. Om zanger te worden. Maar ja, het is bij mij heel anders gelopen. En een jaar of 10 geleden dacht ik, als ik nu mijn eigen muziek niet ga doen, dan komt het er niet meer van. Dus de laatste jaren probeer ik me eigenlijk te concentreren op mijn eigen muziek. En je had het er keer over dat je je diploma niet kon vinden. Heb je die inmiddels gevonden? Nee, de Kleinkunstacademie diploma die ben ik al heel lang kwijt. We maken er wel eens grapjes over, weet je wel. Dat je als je ergens gaat optreden, dat je hem meeneemt, dat je hem laat zien. Dat mensen hier wel... Half 2, plak voor het optreden. Dat mensen kunnen zien dat je in ieder geval gediplomeerd bent. Alsof dat uitmaakt natuurlijk. Maar ik ben hem kwijt. Ik heb hem eigenlijk ooit alleen maar nodig gehad toen ik net van de academie afkwam. Toen moest ik een RWW-uitkering aanvragen. En daarvoor moest je je diploma laten zien. En daarna heb ik hem eigenlijk nooit meer nodig gehad. Dus hij is kwijtgeraakt. En wat is het, ja, een beetje het verschil tussen televisie en gewoon en optreden doen, zoals nu? Televisie is vooral heel veel wachten. En bij televisie ben je afhankelijk van anderen, ook of je daar wel of niet voor mag werken. En dit soort dingen, dus eigen liedje spelen of een eigen boekje uitbrengen of een eigen theaterprogramma maken, dat kun je zelf antemeren. Dus dat is het grote verschil. En daarnaast, ik vind tv-werk heel leuk, vooral als het buitenopnames zijn, zoals dit een beetje. Maar over het algemeen, het werken in de studio, nou ja, dat is ook een beetje geld verdienen voor mij. Terwijl ja, muziek maken, ja, dat, en theater maken en zelf optreden, dat is het allerleukste wat er is. Je doet het samen met je schoonzus? Ja, ik dacht ik ga optreden. Dat wordt seks, drugs en rock'n'roll. Maar ja, ik heb mijn schoonzus bij me. Dus seks en drugs, het is niks. Rock'n'roll hoop ik dan nog een beetje op. En toen is dat ook gegaan? Nou, mijn schoonzus heeft haar hele leven in de musicalwereld gezeten. Alleen zij woont onder Groningen in Tinarlo. Dus zij heeft altijd ontzettend hoge reiskosten. En op een gegeven moment wilden die producenten die reiskosten niet meer betalen. En musical betaalt sowieso niet zo goed. Ze had er een beetje genoeg van. Dus ik zei tegen haar, waarom kom je niet bij mij spelen? En ik ben heel erg blij met haar. Want zij heeft zeg maar 40 jaar lang live muziek gespeeld. Dus het is een hele goede muzikante. Ze begeleidt heel goed. Ze speelt toetsen, accordeon en dwarsfluit. Dus ja, wat meer kan je hier nog wensen. Je trekt door het hele land? Ja, nou voorlopig is dit het laatste concert. En dan gaan we in september weer verder. En, ja, we spelen niet zo heel veel hoor. Ik denk 2 keer per maand of zo. Het spelen van je eigen muziek in Nederland is ontzettend moeilijk. De theaters worden helemaal plat gegooid met tribute bands op dit moment. Hè. Dus Fleetwood Mac kan je zien en Bruce Springsteen. Maar als je met je eigen muziek komt, is er in Nederland niet zoveel belangstelling voor. Ik zeg wel eens heel flauw, maar in Nederland krijg je pas belangstelling voor je eigen muziek als je kanker krijgt of als je dood bent. Het leuke is voor mij dat we hier nu in Hellevoetsluis staan. Een van mijn allereerste verkeringen woont in Hellevoetsluis. Dat is leuk en ik heb natuurlijk in Spijkenisse op de Ring van Putten gezeten. Dus 50 jaar geleden begon ik daar een muziekgroepje in 1974 samen met Jos van Oost. En Jos heeft het concert nu hier weer georganiseerd. Dat is nog steeds een vriend van mij. En we hebben gisteren ook weer met het groepje Persik gerepeteerd. Want we gaan als Jos jarig is, 8 september, dan doen we een reunie. En volgend jaar, als de school 50 jaar bestaat, dan zijn we ook van plan om daar weer wat op te treden. Dus het is heel erg leuk om hier nu weer terug te zijn. Dit zijn eigenlijk mijn roots. Ik zeg heel veel succes en veel plezier voor Vol Zakjes. Dankjewel, we gaan ons best. Oh, ergens tussen hemel en hel staat een donker.